Hallo mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Ga vandaag weer NLP DFR in 5M als BOA weer als handhaving. Vandaag rijden we in de Skoda, een hartstikke mooie wagen. Ik zal hem even laten zien. Natuurlijk hier een bijzondere gemeente, San Andreas. Ja, ja. Ik vind het een hartstikke gaaf ding. Dus we gaan hier denk ik echt wel een goede dienst mee maken. We gaan vandaag wel lekker als de BOA. Ik heb mijn uniform aan, mijn spullen zijn gepakt. Je bent ook al in dienst zoals jullie zien en dan gaan we gewoon lekker beginnen. Oké, we hebben hier een vrachtwagen die niet helemaal lekker staat geparkeerd. Deze gaan we wel gewoon weg laten slepen, want volgens mij mag hij hier niet eens staan. Dus dan zet ik even oranje aan voor mijn auto. Ja, hij staat echt niet goed. Zit er iemand in? Er zit niemand in. Dus dan gaan we bij dispatch menu en dan gaan we eerst eventjes de license plate kijken. Zien we ook van wie die is. Ja, dit is ook het signalement van de wagen. Dus het kenteken klopt. Kijk, dit hoeft niet. Object denk ik ook niet. Kijk, zo doen we dat wel gewoon. Anders moeten we heel lang wachten. Op natuurlijk. De wegenwacht. Kijk, het is natuurlijk wel realistischer, maar anders zijn we wel even bezig. Even kijken. Laten we hem even voor. Gaan we vier. Op de parkeerplaats kijken. Maar ik verwacht hier niet dat hier iemand zijn auto raar heeft staan. Alleen opvallende wagens doe ik. Even kijken, hier hoort alleen politie te staan. Dus ik ga even kijken. Ja, misschien als hij ooit daar vervallen is, dan zou denk ik echt geen politie te zijn. Hier in de veld. Dan ga ik hem wel gewoon laten wegslepen. Towtruck alsjeblieft. Ik ga hem wel gewoon even laten wegslepen. Want eigenlijk mag hij niet eens de weg op. Dus dan de persoon die kan dan gewoon, hoe heet dat, zijn auto weer ophalen bij het politiebureau. Kijk, dan gaan wij hier ook even controleren bij, ook bij onze collega. Want hier zat ook een collega van de handhaving in. Hier begint opeens wel iedereen te gillen. Dus ik ga toch wel even kijken wat hier aan de hand is. Echt, ik kom hier net aan. Iedereen begint in één keer te gillen. Oh, mijn richtingaanwijzer staat aan. Die zal ik even uitzetten. Zal ik toch even kijken. Want opeens begint iedereen hier te schreeuwen. Dan zou er toch iets aan de hand zijn. Dan zet ik mijn auto even hier. Dan ga ik even een rondje lopen. Want je weet natuurlijk nooit dat hier opeens iemand met een wapen heeft ofzo. Dan kan ik gelijk politiecollega's erbij halen. Hun zijn hier met voorbereidingen bezig, want natuurlijk de coronaregels zijn weg. Even kijken, dan gaan we hier beneden eventjes koekeloeren. Nou, ik zie helemaal niks geks, moet ik zeggen. Beetje gaar dat dan iedereen gilt, vind ik. Wat is die vrouw aan het doen? Aan het sporten? Ja, die is aan het sporten. En hier zijn ze ook gewoon, denk ik, voorbereidingen aan het doen. Nou, dan kunnen wij wel weer terug naar onze auto. Dus dan is er niks aan de hand. Zo, dan zal ik mijn gordel omdoen. Kijk eens aan. En dan gaan wij weer verder. En ja, wij hebben hier weer een fout parkeerde staan. Dan zal ik even mijn auto weer een beetje zo nu zetten. Want hij staat precies in zo'n bocht waar het niet heel chill is. Nee, dit is niet echt een hele chille locatie of zo. Nee. Want dadelijk let ik hier iemand niet op en die knalt hier vol tegenaan. Er zit ook hier niemand in. Ik weet ook niet van wie deze auto is. Daar gaan we nu achter komen. Check license plate. En dan gaan we gelijk de tow truck erbij halen. Want je weet het natuurlijk niet. Even kijken bij kenteken. Ja. En een beetje. Hij staat een beetje erg in de weg hier, moet ik zeggen. Een beetje erg. En het valt me daar trouwens ook op, aan het koppel zit gewoon een handhaving pepperspray ding. Dat is nice. Dat is wel ziek. En die man die wacht hier even omdat mijn auto zeg maar een beetje irritant staat. I know, maar ik moet eventjes dit eventjes afzetten. Dan zal ik heel even mijn auto een klein beetje aan de kant zetten. Dan zal ik even een heel klein beetje aan de kant
proberen te zetten. Zoiets. Ja. Ja, want nu zit het dan. Kijk, nu zit deze auto in de weg. Maar die wordt nou opgehaald door de truck, zo te zien. Kijk eens aan. Yo, dankjewel. Dat is mijn auto. Oh nee, ik moet niet zijn auto stelen. Hij rijdt mij over. Verder, ik ga dood door hem. Ik ga dood. Oeh, ik ga dood. Ik ben dan gelijk alweer onder bloed door hem. Door een hele lieve man. Die tow truck krijgt eerst mijn auto kapot en dan rijdt hij mij over. Dat is wel heel erg lief. Zou ik mijn auto bewegen? Oh. Nou, hier staan we nog meer van die mensen die niet goed kenden parkeren. Nou, ik laat het voor deze keer dan even. Dan laat ik het voor vandaag daarbij. Ik ben nu bij hun. Zo, dan gaan we even oversteken en dan gaan we even bij de boulevard kijken, want daar zijn natuurlijk altijd heel veel mensen. Dan zou ik die eventjes controleren, misschien even iemand controleren. Gewoon, dan doen we een veiligheidsfouillering. Dat is eigenlijk wel een hele goeie dat we dat dan gewoon doen, een veiligheidsfouillering. Wel mijn richtingaanwijzer aanhouden alsjeblieft. Dan gaan we gewoon even iemand even controleren wie een beetje er verdacht uitziet, maar... Ik ga ervan uit dat niemand iets geks bij heeft, maar natuurlijk, veiligheidsfouillering is natuurlijk voor de veiligheid van de mensen. Zo, dan gaan we deze kant op. En dan gaan we even hier ergens zo stilstaan. Even kijken hoor. Oh, ik moet natuurlijk niet door rood heen. Ik ben natuurlijk de normale GTA gewend. Dat ik door alles heen knal. Maar dat is natuurlijk met roleplay, dus dat moet ik niet zomaar doen. Kijk hier nog meer, nog zo'n dikke wagen hier. Even kijken hoor, ik wil eigenlijk hier even ergens gaan parkeren. Dan doe ik dat hier wel bij die taxi's. Ja, ik zet hem. Nee, ik zet hem wel hier zo neer. Dus ik even richting aanwijzen zetten. Zo. Dan weten mensen dat ik ook hier ga staan. Zo, doen we jou uit. Hoppa. Dan gaan wij eens even kijken. Mijn auto staat daar gewoon prima. Hij staat nog wel. De motor staat al draaiend zo te zien. Maar dat is niet heel erg. Dan gaan we gewoon even kijken. Wie zit hier een beetje verdacht? Maar het is ook niet heel erg druk hier, dus dat scheelt. Misschien kan ik een keer wel gewoon deze man even controleren of zo, weet ik niet. Ja, het is wel lekker rustig hier. Wel een beetje zooi op de grond. Deze staat niet helemaal nice geparkeerd, maar in principe hij staat niet heel erg in de weg. Volgens mij kan ik hem ook duwen, volgens mij, de auto. Ik zal dat gewoon eens even doen. Hoe werkt dat ook alweer? Kijk. Zo, kijk eens. Zet hem even zo neer. Ho, dat was de zijkant van iets. Zo, kijk eens, duwen. Ja, zo sterk is mijn karakter, jongens. Ik ben gewoon net een hulkman. Zo, even kijken. En stop, kijk. Dat doen we dan wel gewoon. Dat is gewoon helemaal prima. Dat doen wij gewoon eventjes. Als de handhaving. Ja, dan gaan we gewoon even gewoon random iemand hier even staande houden. Deze mevrouw gaan wij doen. Mevrouw, wilt u even staan blijven? Dankjewel. Ook even uw rijbewijs en ask questions. Goedemorgen. Even kijken, waar komt u vandaan? Ik ga gewoon even vragen. Je bent natuurlijk niet verplicht om te antwoorden. Je gaat tanken. Maar dat is natuurlijk wel raar, want je bent nou niet in een auto. Even een blaastest gewoon bij jou doen. Ja, je mag niet achter het stuur, maar je bent ook niet achter het stuur. Je hebt geen drugs genomen. We moeten even jou even controleren. Maar ik merk wel dat er een kleine bug nou op het moment in de server zit, want dit is allemaal in het Engels. Nou, dat is helemaal goed. Maar dat maakt niet uit, dat is niet heel erg, de bug. Dan vertrouw ik het hier allemaal wel. Gaan we even verder. Zo, dan gaan we deze kant op. Kijk zo. Oh, ik kan mijn kniplicht uitzetten.
richtingaanwijzer, knipperlicht, wat dan ook. Hoe noemt men het tegenwoordig? Richtingaanwijzer toch? Kijk. Allemaal politiewagens hier. Zo, en dan sluit ik ook hierbij de video af. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker een duimpje omhoog en te abonneren hier beneden. Dat zal super tof zijn. En dan zie ik jullie later weer bij een nieuwe video. Later.